Marleen Rood, je bent nu op het Festival de Basis geweest. Je hebt Beeldende Kunst meegemaakt. Wat is je indruk van het festival? Ik vind het heel bijzonder om hier te zijn op zo'n vreselijk ruime plek. Het is heel groot. Je gaat met de bus van het ene naar het ander. Je komt op plekken die vroeger verboden waren voor het publiek. Er stonden F-16's in, er lagen kruisraketten. Je komt in munitiedepots. Ja, daar mocht je vroeger gewoon helemaal niet komen. Het was geheim. En nu kan iedereen hier vrij rondlopen. En kun je mooie dingen bekijken. Het is een hele aparte combinatie. Het is een enorm project. Jij moest ergens ook weer voorbij een zweefvliegbaan met de bus. Ja. Ja, je ziet zweefvliegtuigjes. Je ziet schapen lopen. Je moet het hele einde door het bos. Het is een heel mooie omgeving eigenlijk voor zo'n vliegbasis. Het is heel paradoxaal. En die paradox die zie je eigenlijk ook een beetje terug in de kunstprojecten. Ik heb er 4 bezocht. En de eerste was in een ondergrondse legering. Daar heeft een Franse kunstenares een project gemaakt van de bedden die daar hingen. Dat waren bedden waarop militairen dan konden liggen, mochten ze daar in geval van een nucleaire aanval moeten schuilen. En die bedden, daar heeft ze foto's op geprojecteerd van feesten van militairen uit de jaren 60. Nee. En die zie je nu op dat canvas. En dat is heel bijzonder. Het licht gaat af en toe uit als je in die bunker bent, in die schuilkelder. En dan lichten alleen de gezichten van die mensen op. Dat is een beetje eng ook wel. Nou, ik was daar helemaal alleen. Het was vreselijk stil. Maar dat maakt het wel heel bijzonder. En ja, die gezichten die lichten dan op. En dat geeft de plek wel iets menselijks. Dan gaat het toch om de mensen. En niet meer om de dreiging van die oorlog. Tenminste, dat haalde ik eruit. En dat vond ik wel heel erg mooi. Dankjewel.